Waarom ik het maatschappelijke element in mijn werk belangrijk vind. Soms als kunstenaar kan ik het gevoel hebben van, nou, ik maak leuke dingen. En wat heeft de wereld daaraan? Ja, in de tijd waarin we nu leven. Ik denk ieder leeft in zijn eigen bubbel of in zijn eigen wereld. En ik denk dat het voor bijna iedereen iets kan brengen om je wereld een beetje te verbreden. Ik wil ergens wel een soort wereld creëren waar iedereen zich welkom voelt. Waarom ik geschiedenis belangrijk vind? Omdat we er levenslessen uit zouden kunnen of moeten halen. We hebben al zoveel meegemaakt als mensheid. Ik denk dat we gewoon samen op de wereld één zijn. Dat we het met elkaar moeten doen en moeten proberen te blijven verbeteren. Ik hou van no-nonsense en gewoon gaan. Als jij iets voor ogen hebt, ga er gewoon voor. Blijf bij jezelf. Jezelf zijn is perfect genoeg. En als jij er zelf in gelooft, dan ga je vanzelf andere mensen er ook van overtuigen. Wake up!